Mag ik het ook zo zeggen? Ja, zeker. En dan denk ik, als je jezelf als presentatrice en als YouTube-dingetje zou willen gaan brengen, ga je je totaal focussen op iets wat je misschien leuk en wat nieuw en wat interessant is, wat buiten wat je gewoon met ernst morgen lekker moet gaan doen. Maar ik zou me focussen op dat je vlogkanaal wordt. Kijk, dat vloggen, dat wil ik nu dus combineren met presenteren. Want dat vlog alleen, ik vind het gewoon saai. Nee. Eerlijk, er is hier binnen, ik vind er, ik heb het bijna een jaar lang gedaan. Het is bijna niks meer over te vertellen. Het is elke week hetzelfde. Ja. En vervolgens ook, het is niet... Maar ga een leuke show bedenken. Maar dat is nu met dit, weet je. En dat idee had ik. Maar dan wil Ger zich daar weer mee bemoeien. En dan ben ik eigenlijk weer te goed. Zeg ik, oké, is goed. En eigenlijk denk ik nu van, nee, niks daarvan. Het is gewoon de Op weg met de Panter talkshow. Maar dan ga ik eigenlijk alleen maar zitten malen van, oké, hoe ga ik dat dan aanpakken? Dit, dat, zo, in plaats van dat ik actie onderneem. Ja. Dus ben ik inmiddels een week verder en heb ik nog steeds geen scherm en nog steeds geen statief besteld. Nee. En plus het feit ook dat je met nog een DJ-carrière bezig bent. Dan heb je boven, dan wil je nog weer iets met je columns doen, want dat is voorbij. Dan wil je nog kleding plotten, dan wil je daar nog voor inzetten. Je wil van alles. Dan wil je nog een Hollandse avond organiseren. Het is heel veel, waardoor eigenlijk eindelijk straks alles half is. En als je nu eens gewoon eens gaat kijken van aan welke drie dingen zou ik nou nog echt graag hier willen en waar wil ik me nog hard voor gaan maken. En ga daar nou eens mee aan de slag. En ga ook zorgen dat je daar dus een uitblinker in wordt. En ga dan niet dingen nu half doen, DJ bezig zijn, Hollandse avond. Maar in principe heb ik toch drie dingen. Kijk, ik ben een bezig bijtje, heb ik thuis ook. Ik doe 30 dingen tegelijk. Omdat ik kan niet tegen stilzitten, zo vind ik allemaal saai. Dus ik zou nu met presenteren / vloggen, even onder één noemer, door kunnen gaan. Door die desk met dus een spandoek en een statief. Ja, met je columns erbij. Met mijn columns erbij. Dan doe ik dus echt al 3-4 dingen die ik leuk vind in één. Ja. Dat DJ'en wil ik gewoon puur leren. En of dat buiten wat wordt, geen idee. Maar het lijkt me gewoon super gaaf om naar buiten te gaan. En als laatste project DJ'en te hebben. Ja, maar ik zou persoonlijk, als jij wil, als je dat er gewoon buiten doet, is prima. Maar als je iets met DJ wil laten zien dat je daar succesvol in bent, dan zou ik ook zorgen dat ik een complete goede show neerzet. Dan zou ik over je marketing... Tuurlijk, maar daarom wil ik natuurlijk ook heel graag in november in ieder geval een set draaien. En ik ga nergens aan beginnen met niet de intentie hebben om succesvol te worden. Ik wil hier niks halfbakken doen. Oké, ik zie het niet. Maar goed, maar dat is meer mijn ding. Nou ja, kijk, je moet je ook voorstellen, je kan hier niks 24/7 doen, hè? Wat je thuis wel zou kunnen. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld bij die talkshow, als je dat goed wil aanpakken met een banner, met een goede show, ga eens kijken of je mensen nog hier kunt uitnodigen voor hoe of wat die hier langs kan laten komen. Ja, maar ik hoef allemaal geen mensen hier te hebben. Dat levert, dan moet ik weer wachten op mensen. Levert alleen maar irritaties op. Ik doe het dan liever met de mensen die hier zitten. Oké. Okay, maar dat gaat best wel veel tijd innemen. Nou ja, dus niet. Je hebt een aflevering van 5 tot 10 minuten. Met edit oké, ben je misschien een dag bezig, tuurlijk. Dat duurt wel even. Maar wat heb ik de overige dagen te doen? Ik heb al mijn plotterkleding heb ik van de webshop afgehaald. Dat ga ik niet meer doen. Okay. Dus ik heb alleen nog maar basic jassen. Ja, en de dus Diva. Diva-jassen en I'm a woman. Nee, Diva-shirts heb ik er ook afgehaald. Ik heb alles eraf gehaald. Niks wordt meer geplotterd. Simpelweg, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik heb het 1 jaar lang gedaan en ik heb er geen lol meer in. Nee. Het verkopen van vind ik fantastisch dat mensen mijn producten willen hebben. Daar voel ik me echt vereerd om. Maar elke keer weer dat bedrukken, folie op, pielen, dit en dat. Daar vind ik niks meer aan. Dus natuurlijk wil ik geld blijven verdienen voor de BV. En dan heb ik eigenlijk 3 dingen waar ik me mee bezig ga. Dus DJ'en? Voor mezelf dan, zeg maar. Hè? Dat is dus DJ'en. Ja, en dat zou ook niet 24/7 zijn. Maar ik zou het leuk vinden als Ernst bijvoorbeeld zegt van, joh, meer zou ik je elke week een lesje komen geven. En dat ik dan af en toe met Jess nog ga draaien. Oké, dus meer... Dat lijkt me gewoon superleuk. Oké. En natuurlijk wil ik dan wel in Utopia nog voordat ik het terrein moet verlaten, laten zien wat ik kan. Absoluut. Maar dat en presenteren en kleding. Oké. En ik denk dus dat niet doe dat ik me hier kapot zou vervelen. Nee, oké, maar dat is het wel. Maar dat je wel je focus op één ding zegt wat je hoofdmoot is. Om het goed uit te laten pakken. En ook echt te zorgen dat het er gewoon echt goed uitziet. Ja, en je hebt gelijk hoor. Ik heb inderdaad even heel de week gewoon geen idee gehad hoe ik dat moet aanpakken. En dan ben ik zo'n piekeraar. In plaats van dat ik dan ga denken in oplossingen, denk ik dan weer in problemen. Ja, maar dan gaan we morgen gewoon het podium opmeten. Dan kan je een banner bestellen. Ja. Het is te simpel. Ja. Hoe groot je hem wil hebben. Dan ga je achter die desk staan, tillen we dat ding er morgen op en dan kijk je hoe je hem wil hebben. Ja. Ja, dat is niet zo moeilijk. Is het eigenlijk wel. Ja. Ja. En hoe je het wil vormgeven en dat je echt zorgt dat je echt... Dat zit dan wel weer helemaal in mijn hoofd. Okay. Maar dan moet je eigenlijk even opschrijven. Ja, ik wil gewoon een aantal rubrieken en nu met die columns, vind ik eigenlijk best wel leuk om dat erin te verwerken. Je hebt toch ook die lieve Marianne van, hoe heet die?
Ja, maar dan moet je bijvoorbeeld wel die vlogs van Op weg naar de Panter eraf halen. En daarna dat in een nieuw jasje steken. Ja, dit worden dan, weet ik veel, Op weg met de Panter talkshow. Of misschien gewoon Op weg met de Panter. Ja, maar je moet hem wel in een nieuw jasje steken. Ja. Koudjes. Dus dat wil ik eigenlijk de komende 2 maanden nog gaan doen. Ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. Als ik ja, oh, maar dat is het zeker niet, hè? Kijk, en dat is het zeker niet. Maar het gaat maar er meer om dat je wel... kijk, als het presenteren iets is wat je wil... dan moet je gewoon een gelikte YouTube-kanaal neer gaan zetten. Ja, zeker. Want, en daar kan je dan straks weer op verder borduren. En als dat nu in de slop raakt en je doet daar uiteindelijk niks mee... en je gaat je focussen op andere dingen... wat ook jouw goed recht is en wat je lekker zelf moet weten... maar als je daar iets mee wil, dan zou ik dat wel doen. Ja, hele goeie. Je hebt zeker gelijk. En klopt. Ja. Ja. Dat moet gewoon goed uitzien. En dat moet ook gewoon wekelijks er gewoon op staan. En daar moet je ook mee... Ja, echt gewoon een vaste vast tijd. Ja. Elke maandag of zo. Ja, ja je hebt, dat klopt. En dat moet er ook gelikt uitzien. Dat mensen echt denken, hé, dat vind ik leuk om ook straks te gaan volgen. Ja, ik hoop je YouTube-kanaal zo neer gaan zetten dat je dan, zodra je hier uit bent... maar daar heb ik het al eerder op gehad, dat je direct ook begint. Mensen vinden dat leuk. Die willen weten op het moment dat jij die portelen waar je mee bezig bent. Dan kan je het gelijk weer oppakken. Ja.